Het liefste speelde ik met zo'n klein popje. En dat was een trol. Zo'n popje had ik, zo'n heel kleintje. Met dus dat lang haar, maar niet die kleurtjes. Daar speelde ik graag mee. Het liefst eigenlijk, ja. Het liefst van alles, zo'n klein popje. Wel, we speelden met elkaar, met broers, zussen en vrienden. Dus dat was geweldig. Eigenlijk, Borsbeek was één grote speeltuin. En zo gauw dat het iets mooi weer was, zelfs iets minder mooi weer, speelden wij buiten. We konden gewoon overal rondlopen. We moesten geen schrik hebben van auto's of van fietsers. Dus het was gewoon een grote speeltuin. Speelgoed, dat kan ik me echt niet herinneren dat ik dat vroeger had. Playmobil, Fisher-Price en zo. Ik denk zelfs dat dat toen nog niet bestond. Dus maar gewoon buiten, in de bomen, bomen klimmen en zo. Dat was toch wel een van mijn favoriete bezigheden. Autootjes, maar niet tegen glijden of zo, dat bestond allemaal niet. Hè? Ik herinner me wel dat ik zo eens een autootje heb gekregen met zo'n draad en aan. En dan kon ik daar wel zo mee sturen en dat werkte op batterijen. Maar vroeger was dat ook allemaal snel kapot. En ja, de voorloper van Lego, Lego kennen jullie, dat heb ik ook nog gekend. Dat waren zo plaatjes en dan met staafjes en dan moest je blokjes tussen zetten enzovoorts. Dat was ook wel heel gekend en heel plezant. Wat wij deden, dat was gewoon gaan spelen met de buurjongens. Ja. Dat hebben we hier veel gedaan. En in de grote vakantie, herinner ik mij nog, richtte wij altijd zelf een ronde van Frankrijk in. Ja. En dat was zelfs hier, want dat was hier allemaal nog weiland. Hier. Dus dat was hier elke keer zo rond de blok hier. Allee, rond die weilanden. Dat was vooral dat. Ik herinner mij nog van die oude blokjes. Voor allemaal bouwsels te maken zo. Ja. Is dat nu niet meer? Die bestaan nu nog, kwijt het? Nee, die bestaan nog. Dus dat en voor de rest, ja, wat kleuren en tekenen en zo. Dat was mijn ding. Dus wij speelden eigenlijk met gevonden materiaal. Hè. Dus takken, wouden hutten met takken, met stenen. Hè. Maar alleen buiten speelden we. Dus niet echt met speelgoed. Voetbal. Ik heb 10 jaar geturnd. Speelgoed maken we soms zelf. Ik zal een verhaaltje vertellen. Ik ging naar de markt naar een eierenboer. En ik had graag het deksel van die zijn eierenkist gehad. En ik heb na lang zagen dat deksel gekregen en ik heb daar een schild van gemaakt. Ik heb dat in een punt gezaagd van onder. Ik heb van een oude band een greep gemaakt. En dan had ik een schild. En met een stok had ik een zwaard. En zo konden wij ridder spelen. Oh, dat is een heel gemakkelijke vraag. Kijk naar daar. Zo zagen de televisies eruit. En dan hadden wij zwart-wit. Wij hadden nog geen kleur. In 53 is de eerste tv uitgekomen. En er was een zwart-witte. En in 71 is maar eerst, 1971, is maar eerst de kleuren tv gekomen. En dan hadden wij hier, op die tv, zo'n veeke staan. En dat was dan ons antenneke. En we konden maar 2 zenders krijgen. Ik herinner mij, dus wij woonden op een appartement. En mijn grootmoeder beneden, die woonde beneden, een appartement beneden, die had een tv. Maar dan was ik ook al in de lagere school, hè, niet in de kleuterschool. En dan mochten wij naar bepaalde programma's een keer gaan kijken. En dan ga ik zeggen, wat was dat? Lassie? Zorro? Dan waren we al wat ouder. En ja, daar bleef het eigenlijk bij. En ik heb moeten leren tv kijken. Want wij hebben thuis vrij laat een tv gekocht. En dat moest ik leren. Want in het begin, ik was dat niet gewend. Om altijd maar voor dat schermpje te zitten. Want wij deden thuis andere dingen. Spelletjes spelen, lezen, voorlezen. Dus dat was helemaal anders. Dus tv kijken moest je ook leren. Raar, hè? Wel, het Sint-Josef Instituut, of de zusters van het arme kind Jezus, die de school hebben opgericht, die hebben dat in 1875 opgericht. Toen zijn ze hier naar Borsbeek gekomen en dan hebben zij onmiddellijk een schooltje opgericht. Maar daar zaten toen nog maar enkele kinderen. Hè? En zo is de school gegroeid. En dan in
1987. En dan, tot dan hebben altijd zusters in de school directie geweest en lessen gegeven. En dan zijn er dus meesters en directeurs gekomen. Mijn enige reis dat ik gemaakt heb toen ik in het zesde leerjaar zat, dat was een weekje naar de zee. En wij gingen gewoon met de trein tot aan de zee en dan verder met de kusttram. Maar in een vliegtuig, dan was ik al veel ouder toen ik daar voor de eerste keer in zat. Voor ons was die school wel leuk. Want wij amuseerden ons, net als jullie, denk ik, met vrienden en met vriendinnen, meisjesschool. Maar ik denk niet dat jullie zich zouden thuis voelen in de school van vroeger. Dat zou gewoon niet kunnen in deze tijd. Wij waren thuis met 5 kinderen. Mijn moeder die had wel een beroep geleerd, die was een hoedemaakster. Maar als je 5 kindjes hebt, dan is het misschien best, hè, dan was het toen misschien best dat ze thuis bleef. Want zoals kinderopvang of crèche, dat bestond allemaal nog niet. Dus mijn moeder bleef thuis om het huishouden te doen. Ik denk dat de mensen vroeger meer aandacht besteden aan tijden dan nu. Want vroeger was dikwijls de moeder die thuis bleef. Ja. Dat was voor mijn moeder toch, om dus de tijd te bereiden. Nu gaan ze met twee werken en gaat iedereen vlug soms wat halen in de supermarkt en dit en geen, omdat ze ook te weinig tijd hebben. Dus persoonlijk denk ik dat het vroeger gezonder was. Wel, Café de Valk was vroeger, dan voordat ik geboren was zelfs, was dat dus het gemeentehuis. Dus eigenlijk een boerderij met een kamertje waar het gemeentehuis in was. Maar dat heb ik zelf niet geweten. Dus toen ik zo jullie leeftijd had, dat was dan al een, nog altijd een boerderij, maar ook nog een café. En dat was Leon en Germain Verbiesje die daar woonden. En die hadden een koeien en zo. Die moesten overdag voor de dieren zorgen en op het veld werken. En dan s'avonds deden ze het café open. De meeste straffen dat ik gehad heb, dat was schrijven. Hoeveel bladzijden dat ik heb volgeschreven, maar dat zal misschien ook een paar boeken zijn. Soms durven we wel eens het een en het ander uitspoken en dan mochten we schrijven. Maar in de lagere school, dan werden we gewoonlijk in de hoek geplaatst. Of kregen we soms zelfs, ik heb dat eens een keer geweten, dat we zo een hoedje op kregen met ezelsoren, omdat we de ezel aan de uitgangen. Zulke straf, dat gebeurde wel. Het ergste wat u kon overkomen, dat was naar de directeur moeten gaan. Want als je naar een directeur moest gaan, dan kreeg je een serieuze brief mee voor thuis. En thuis was het heel streng. Dan werd je nog eens een keer extra gestraft. Goh, ja, natuurlijk. Hè. Dus we hadden de kermissen. Hè. Dus er waren verschillende keren per jaar was het een kermis. Hè. En die stond dan ook zelfs op verschillende plaatsen in het dorp. Maar ik denk het grootste feest was de lichtstoet. En wat is de lichtstoet? Dus dat was op 's avonds in september, oktober zo. Dus eind september, begin oktober. Dan was er een stoet van allemaal wagens die 's nachts, allez, of 's avonds door de straten rijden. En al die wagens die waren versierd met honderden, misschien wel duizenden lampjes. Hè. En die reden zo door de straat. En dan werden alle lichten uit, alle lichten, de lichten die er waren, werden uitgedaan. En dus van overal kwamen mensen kijken. Wel, ik denk dat ik mijn eerste gsm kreeg, of heb gekocht, dat ik al meer dan 50 jaar was. Dus als kind bestond gewoon geen gsm. Dus ook telefoon, dat was er ook niet veel als ik jong was. Dus niet alle mensen hadden zelfs een telefoon thuis. Dus er, maar om de 2-3 huizen was er vroeger een telefoon. Gsm bestaat eigenlijk nog maar een kleine 20 jaar. En dus mijn eerste gsm heb ik gekocht, ja, dan was ik al zeker 50 jaar oud.
dezelfde klas, dat geeft nu een heel goed gevoel. De kinderen die lopen een beetje vrij rond, ga ik zeggen. Terwijl dat wij vroeger, wij zaten op banken achter elkaar, drie rijen. Als er een gesprek was, nou, trouwens, er was geen gesprek, want wij moesten onze vinger opsteken en dan werd je aangeduid, dan mocht je antwoorden. En een groepsgesprek, of wat wij nu doen, dat bestond gewoonweg niet. Wij spraken tegen de rug van die van voor ons en alleen was er communicatie met de leerkracht. Wat dat het werken betreft, jullie hebben nu allemaal werkschriften. Alles kan gewoon ingevuld worden en jullie maken misschien 100 oefeningen op een minimum van tijd. Dan heb ik het over gewoon optellingen aftrekken als je in de lagere klasjes zat. Wij moesten dat allemaal overschrijven, want dat bestond niet. Hè? Wij kregen de schrift met raadjes of de schrift met lijntjes en alles wat dat er in die boeken stond, moesten wij schrijven of we hadden het niet. Kun je je dat voorstellen, hoeveel dat wij hebben zitten schrijven, hoeveel tijd dat wij verspeelden? Ja. Dus wij deden eigenlijk veel minder dan dat jullie nu doen. En nu is het wel, denk ik, veel leuker voor jullie. Ja, de klassen zagen er helemaal niet zo afwisselend uit als nu. Wij zaten op houten bankje, met twee naast elkaar. En dat was zo'n bank zo met een scheel dat naar boven ging. En dan zat je spullen zaten daar dan in. En die banken die stonden allemaal netjes op een rij. Bijna zoals soldaten in het gelid. En wij zaten dus allemaal netjes op die banken met ons armpjes over elkaar. En de juf, of de meester, die zat op een verhoogde trede. Helemaal van voor. Daar had hij ook zo'n grote bureau op staan. En het was dus altijd de meester of de juf die naar ons toe het een of ander vertelde. En wij moesten luisteren. Wij hadden van, ik denk wel dat je dat nog kent, zo die hele oude banken, hè, waar dat je met twee kon zitten, waar je die klep moest open doen om je boeken eruit te halen met nog een inktpot. Want wij schreven nog met inkt en dus we moesten ons pen in de inkt soppen of dopelen en dan konden wij schrijven. Dus dat waren heel oude banken. De klassen waren ook groot, want er waren, ik heb het al gezegd, 30 tot 40 kinderen in de klas. Van voor was er een verhoog waar dat de meester of de juffrouw op stond. En er was dan een bord waar met krijt op geschreven werd. Heel in het begin heb ik ook nog met een lei geschreven. Maar dat was maar helemaal, dat was zo'n beetje gelijk mijn ouders vroeger deden. We hadden 4 verdiepingen in totaal en op elke verdieping was maar 1 kamer. Dus de keuken was beneden, op het eerste verdiep de living en de bovenste verdiepen die waren voor de slaapkamers en zo. Wij waren thuis met 5 kinderen. 4 meisjes en 1 jongen. En alleen die ene jongen, dat was de gelukkige, die had zijn eigen kamer. Maar wij met de 4 meisjes, wij sliepen op dezelfde kamer. Ik zal eens zeggen, in de lagere school heb ik nooit een juf gehad. Nooit. Hier op Andreas Vesalius, waar ik eerst en tweede, waren alleen maar meesters, want dat was hier vroeger een jongensschool. Er waren geen meisjes. En het jaar dat ik wegging, toen kwamen de eerste meisjes binnen. En in de lagere school waar ik dan naartoe ging, in het OLV-college, daar waren ook alleen maar meesters. Er was geen één juf. Alleen de turnjuf. We hadden één juf en dat was de turnjuf. En de rest waren allemaal meesters die ik gehad heb. Dus ik heb eigenlijk nooit bij een juf gezeten. Maar toen ik zo in het vijfde zat, dan kwam ook de eerste juf al. In het tweede leerjaar is er toen een juf gekomen. En alle meesters die gaven daar les met een stofjas aan. Zo'n grijze of een blauwe jas van boven tot onder hadden die aan. En ja, die waren vrij streng, vond ik altijd. Daar had je zo wel een beetje schrik van. Behalve de meester van het zesde. Dat was een hele gekke meester. Die speelde op een groot orgel. Zo, die had een orgel in zijn klas met zo pedalen. En dan moest je erop duwen. En dat was met blaasballen. En dan maakte dat heel veel geluid. En veel muziek maakte. Die zong heel veel. En dat was de enige die ook geen stofjas droeg.
Maar al de anderen die droegen altijd een nette stofjas. En dat was zo eentje die er helemaal buitenuit sprong. Die altijd gekke dingen deed. Maar als ik dan nu terugkijk, die deed hele leuke dingen voor de kinderen die braaf waren. Maar de kinderen die dingen fout deden, die werden eigenlijk gepest door de meester. Een beetje gek, hè? Maar elke keer als ze iets fout deden, dan werd dat op bord geschreven in het groot, of dan werden ze belachelijk gemaakt en dan mochten wij er allemaal mee lachen. Dus dan vroeg hij altijd zo, dan zei hij, hier, kijk eens wat die gedaan heeft, die mag dat toch niet doen. En dan werd dat op bord geschreven, of als hij iets, een domme fout maakte in de meester zijn ogen, dan moesten wij met heel de klas dat kindje uitlachen. Zo gebeurde dat in het zesde. Voor de rest was hij een hele fijne meester, maar toen ik dan nadien ging studeren om meester te worden zelf, toen dacht ik van, dat is toch wel heel raar hoe dat die vroeger in de klas les gaf. Want ik heb heel veel gelachen daar, maar heel veel gelachen op kap van de jongens en meisjes die niet zo goed konden leren als ik. Dat is eigenlijk wel raar. En nu vinden we dat niet meer zo correct is. Hè? Nu willen we dat je ook fouten kan maken en als je een fout maakt, daar kun je van leren. Maar toen werden we ervoor uitgelachen.